In dit filmpje ga ik dus nu uitleggen hoe ik naar dit model specifiek gekeken heb. Het is KLM Cargo. En het is een model van iemand die dus wel een voldoende gekregen heeft, maar op een andere manier dan je zelf zou verwachten. Kijk, hier zie je al, wat ik belangrijk vind, dit is je opener. Je eerste scherm is feitelijk je opener. Dus hier zie ik al netjes namen en dat soort dingen erbij staan. De klas, dus ik kan al gelijk dingen noteren. En hier zie je echt een leuk plaatje, zo gezellig. Netjes allemaal wit gemaakt, dus het ziet er ook een beetje fijn uit als ik het open. Weet je, dus de eerste indruk is gewoon fijn. En dat is ook wel eens gewoon troep. Nou, dan zie je hier het business model canvas. Hier word ik niet gelukkig van. Ja, deze student heeft geen voldoende gekregen op het business model canvas. Waarom niet? Punt 1, het is wel erg leeg. Punt 2, de relaties hebben pijltjes, maar er staan geen nummers bij of beschrijvingen bij. Er staat dus ook nergens een beschrijving van wat iets is. Dus ik moet gaan raden dat jij het begrepen hebt. Dus voor dit punt, hooguit van 10 punten, 2 punten. Ja, dus 2 van de 10 heb je dan binnen. Primair proces is al beter, maar ook niet optimaal. Hier zie je OPEX, hier zie je cost of goods sold, inkoop, personeel, service, primary process, operational expenses en capital expenses. Nou, capital expenses, goed hè, afschrijving, handelingskosten, dat soort dingen. Het zit erin, maar niet super goed. Dus hier ook de relaties niet beschreven. Dat is niet handig, moet je wel doen. Gewoon hier aan de zijkant zo, daar, dit zit daar, dit zit daar. Het is een verschil tussen 2 punten en 8 punten, bij wijze van spreken. Het is makkelijk punten scoren, je raapt je punten gewoon op. Bronnen, nou ja, oké, redelijk. Aannames, wel een nummer gedaan met een aanname, maar niet uitleg gegeven waarom hij dingen op een bepaalde manier gedaan heeft. Dus je zou zeggen, je bent ten dode opgeschreven. Wat ik hier doe, is ik ga altijd kijken, oké, hij heeft een pivot gemaakt blijkbaar, hij heeft daar wat pagina's van gemaakt. En ik ga hier kijken naar hier zie je dus de sum, get pivot data, wat heeft hij gedaan en hoe heeft hij het gedaan. Dat controleer ik altijd even, ik refresh het vervolgens met F9, om te kijken, draait het model nog en is het dynamisch. Ja? Hij heeft een balans gemaakt, hier het variabele neergezet. Oh, natuurlijk. Komt eraan. Ja? Weinig variabelen ook, dus het zou ook beter kunnen. Maar dan gaan we nu richting hetgeen wat hij wel goed gedaan heeft. Hij heeft namelijk, heel cool, hij heeft gekeken wat is de capaciteit van het vliegtuig en wat is de payload van het vliegtuig. Hoeveel consumptie heeft het vliegtuig en heeft hij, hoe verhoudt zich dat met de range die hij heeft en met het kilometers die het ding kan doen, et cetera. Wat zei je dan? Wat als je dit niet kan? Ja. Dit is, maar hier is niks nieuws, hè? Dit is echt een kwestie van opzoeken. Dit is opzoeken. Wat zit er allemaal in? Het gebruiken is punt 2. Dit is ook niet het plaatje wat hij gemaakt heeft. Dit is van General Electric. Ja? Maar wat hij dus blijkbaar gedaan heeft, hij wil een relatie gemodelleerd tussen hoe vol is het vliegtuig, hoeveel kerosine gebruik je en hoeveel levert het dan op. Dat is de relatie die hij ging modelleren. Dan heeft hij hier de kosten van de fuel heeft hij neergezet. Hier de kosten. En nou wordt het nu pas interessant. Dit wordt leuk. Hij heeft hier... Wat zei je? Hier heeft hij een bestemmingsplan gemaakt van waar vliegtuigen van KLM vandaan komen en waarheen gaan. Heeft hij gekeken naar hoe vol is het vliegtuig gemiddeld in die landen. Hij heeft gekeken waar ze heen gaan en hoeveel kilometer het is van A naar B. Overigens, dit is weer publieke data die je kunt vinden. En dan is hij gaan kijken van wat kost het nou om die wat kost een flightplan nou eigenlijk? Dus hoe ga ik nou vliegen? Dus maak maar een vluchtplan. Dit is leuk, want dit heeft hij dynamisch gedaan. Dus ik kan het route kan ik veranderen. Ja. Goeie vraag. De vraag is, als ik je goed begrijp, is de vraag, moet iedereen het kunnen lezen? Ja. Als jij mij een model stuurt
En ik ga altijd het model refreshen. Dus ik open het en ik draai een refresh dat alle variabelen opnieuw geïnitialiseerd worden. Als je dan vastloopt, krijg je een mailtje terug, hij doet het niet. Ja, maar ik bedoel eigenlijk van wat er gebeurt. Want je hebt nu al uitleggen wat er gebeurt, maar als ik dit ding zou openen, zou ik echt goed niet weten wat hier allemaal gebeurt. Oh, je weet, ja, ja, maar ik heb nu 6 jaar ervaring met het vak. Dus ik neem voor ieder model ongeveer een half uur tot drie kwartier om het door te spitten. Het moet voor mij te lezen, maar het is wel fijn als je dingen bijschrijft. Ja. Daar word ik wel heel gelukkig van. En zo is je die flightplannen gaan doornemen. Dus hoe ziet het vluchtplan van dit vliegtuig eruit? Gegeven de duur, heen en weer, de distance, de fuel, hoeveel cargo erin zit. En die cargo is een, kijk, dan klik ik hierop. Kijk, zo ga ik er dus doorheen. Ik kijk naar, hey, hoe komt hij aan die cargo? Die cargo is een afronding naar boven van een VLOOKUP, dus van een veld dat opgezocht wordt, van C15. C15 heeft te maken met waar ga ik vandaan, vanuit bestemmingen, vermenigvuldigd met een VLOOKUP. Met een VLOOKUP van I15. Dus hij zoekt een veld op basis van waar we vandaan gaan, en op basis van de distance, en... kijk naar hoeveel cargo er dan is. Dan ga ik vervolgens bij kijken bij bestemmingen en vliegtuigspecificaties. Wat heeft hij daar gedaan? Dus ik ga kijken bij bestemmingen. Waar waren de bestemmingen? Daar. Ga ik hier kijken waar komt hij, welk veld linkt hij naar en wat verwacht ik daar aan informatie. En ik ga kijken naar hier, naar het vliegtuigspecificatie. Wat heeft hij ervan gemaakt? Ja? Dus hij berekent het cargo op basis van bepaalde vluchtroutes. Dan berekent hij hier een H-lookup van de prijs op basis van het aankomstvliegtuig en op basis van de hoeveelheid cargo die erin zit. Dat kan ik hier ook weer terugvinden. Die prijzen staan hier. En de startkosten berekent hij hier. Dat is weer een V-lookup beschrijving van de variabelen. En de landingskosten berekent hij hier. En hij heeft de totale kosten per kilogram. Nou, heeft hij nog een vluchtplan gemaakt. En nog een vluchtplan gemaakt. En nog eentje. En zo heeft hij aan de hand van die vluchtplannen gekeken. Welke type vluchtplannen zijn er nou wel en niet economisch haalbaar. En hoeveel cycli kun je maken. Dus hoe vaak vlieg ik heen en weer en dergelijke. En dat kan ik dus gaan veranderen. Daar wordt 25. En als ik dat verander. Dan gaat de hele boel om. Nou, hij heeft dus op de punten. Aan het begin van de opdracht niet zo hoog gescoord. Maar die heeft hij dus gecompenseerd met hetgeen dat hij daarna gedaan heeft. Uiteindelijk heeft hij hier iets van een 7 of 8 of een 9 voor gekregen. Niet omdat hij, ja, omdat hij dus iets extra's laat zien aan de andere kant van het verhaal. Dus als het gaat om hoe kijk je deze shit nou eigenlijk na. Nou, ik kijk integraal, ik kijk per onderdeel wat je hebt gedaan. Dan ga ik eens kijken, hey, is het nou echt cool? Heb je iets moois gemaakt? Ja, en waarom is het dan zo? En dan ga ik kijken, moet ik nou bonuspunten geven of niet voor hetgeen dat je echt aan diepgang gebracht hebt. Is het een beetje helder? Zal ik nog een ander filmpje, een dingetje laten zien?